Ja, mensen. Leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. En vandaag sta ik op een beetje een bijzondere plek. Namelijk de achterkant van Plopsaland. En zoals je ziet, dat zijn hier allemaal velden. Dat is ook het uitzicht dat je hebt hier op de Nachtwacht Flyer. Goed, waarom kom ik naar hier? Waarom ben ik niet in Plopsaland? Nee, ik ga straks nog gaan zwemmen. Waarom ben ik hier? Wel, dat is een van deze redenen waarom ik hier ben vandaag. Want Plopsaland heeft ook een camping. En die camping is al een eindje open. En jullie vroegen zich waarschijnlijk af van waarom komt er daar eigenlijk geen video van online? Hij zit altijd park te filmen, hij zit altijd hotel te filmen. Allee, altijd toch meestal, want het staat er gewoon vlak naast. Maar waarom gaat hij niet een keer naar de camping van Plopsa? Wel, vandaag ga ik gewoon een keer gaan kijken naar de camping van Plopsa. Ik weet nu niet dat het open is, ja of nee, ik veronderstel van wel. En we gaan daar een keer gaan zien wat er daar allemaal te beleven is op de echte Plopsa camping. Ik neem jullie mee, dat is hier achter het hoekje. Als je een beetje goed kijkt, dan zou dat daar ergens moeten zijn. Er is wel één probleem als je daar slaapt. Het gros, volgens mij, is dat daar zelfs, waar aan die bomen daar staan. Daar zo ongeveer. Maar aan mijn vinger nu ongeveer is. Volgens mij is daar de Plopsa camping. En dat zo dadelijk gaan ontdekken. Maar er is één probleem. Je ziet de Plopsa parking, camping, parking. Parking is de andere kant. Camping is daar, ongeveer. Maar, als je naar Plopsaland wil gaan en je slaapt daar, moet je een volledige tour doen. Want je kunt niet een hoekje afsteken en via Wikiland naar binnen gaan. Dat gaat helaas niet. Je moet nog altijd rondwandelen. Langs het tankstation en zo verder via de Deleuze, de Plopsaqua en dan ben je uiteindelijk in het park. Het is nog een fikse wandeling, maar goed, we gaan naar de camping. Ik zal zeggen, ik neem jullie heel graag mee en blijf zeker kijken als u benieuwd bent. Mensen, Plopsa Village Camping, de Plopsa Village Camping hier in Plopsaland te Pannen. Ja, dan moet je die richting uitgaan om verder te gaan naar Plopsaland de Pannen, want er is hier geen weggetje dat je kan nemen om naar het park te gaan. Maar zoals je ziet, het park is daar. En daar ongeveer is Wikiland, by the way. Maar het is nog een eentje. We gaan een keer een rondje lopen en dat was vroeger een normale camping, maar Plopsa heeft dat gekocht. Ze hebben hier een huisje gezet. Jullie hebben dat vast kunnen zien. Ze hebben hier ja, ook een speelpleintje gezet. Je ziet daar een sanitair gebouw. Komt van pas. Dus we gaan een keer een rondje doen. Het gebouw ziet er wel leuk uit. Het ziet er zo een beetje Ardennes-achtig uit, maar zo de moderne stijl. Ik vind dat wel een leuke stijl, de Belgische Ardennen. Dus daarom vind ik het gebouw ook wel leuk. Alright, wat hebben we hier? Dus hier heb je de parking. Mensen met een elektrische wagen kunnen hun wagen hier ook komen opladen. Dan heb je nog een stukje parking. Dan heb je hier douches en toiletten, zoals je ziet. En er is ook een wasserij voorzien. Dat is zo een beetje het plan. Een leuk weetje mensen, er komen hier ook nog huisjes in de stijl van Wiki de Viking. En ik denk dat ze hier gaan komen om eerlijk te zijn. We weten dat natuurlijk niet, maar ik heb wel zo'n vermoeden dat dat daar gaat komen. Ja, zoals je ziet, je kunt hier tafeltennis doen, je kunt hier een beetje van alles doen. Maar toch even mensen, ik vind dat entreegebouw, waar hij binnenkomt, waar dat
Info Bali zit eigenlijk, de receptie. Ik vind dat wel leuk gedaan, die stenen vind ik echt heel leuk. Dat is ook het een wat er zo leuk is aan Plopsaco en aan de Belgische Ardennen. Dat is dat die typische bouwstijl van de Ardennen daarin zit. Ik vind dat echt keikoe. Het is nog geen hele grote camping. Het is nog een beetje in ontwikkelingsfase, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Hier is het afgezet, dus hier gaat er waarschijnlijk nog heel wat bij komen. Huisjes en zo zouden ze willen bouwen. Dus het is echt wel nog heel minuscuul. Maar het ene wat er is wel al goed, zo te zien. Dus er is hier een afvoer, water en... Je kunt hier ook elektriciteit nemen, dus het is allemaal voorzien. Weet je... De Jurgen en de Jeffrey die hebben onlangs op vakantie geweest naar Nederland en ze hebben op een camping gaan staan. En ja, ik denk dat Jurgen daar meer ervaring in heeft dan ik. Ik ben meer een hotelmens. Maar ja, misschien een kleine tip voor Jurgen. Misschien moet hij een keer de Plopsa camping komen testen of mogen testen. Of hoe moet je het ook zeggen? Is er hier eigenlijk een toilet? Ik wil een keer zien. Dus hier kun je afval komen sorteren. Dan heb je hier douches. Misschien is het open. Wacht, dat is voor de dames. De mannen zijn hier. We gaan een keer zien. Oh ja, het is open. We hebben geluk. Is er hier vol? Nee. Kijk, ze zijn wel heel moderne toiletten. En ze zijn relatief proper. Maar ja, het is ook niet druk. Ik vind het wel leuk gedaan eigenlijk. Dan is de douche open. En hier wanneer ze komen poetsen. Ja, hier zijn de douches. Dus dat is ook allemaal voorzien. Voilà. Ik denk dat het wel een moderne camping is om eerlijk te zijn. Het ziet er modern uit. Terwijl ik hier ben, moet ik in het toilet gaan. En zo te zien kun je hier de vat komen doen. Dat is ook wel interessant. Er is hier een slang. En hier heb je een put voor de mobilooms. Voor dingen te lossen. Waarvoor dat dient, geen idee, maar ik heb dat nog gezien. Dus het is wel allemaal modern. Er hangen hier zo van die bakjes aan. Kan het lijkt niet goed filmen, maar volgens mij is dat voor internet. Want dan bijna elke paal, vooral hier in het midden, dus... Daar hangt er ook eentje. En als je dan verder gaat, langs hinder, hangen er allemaal zo van die bakjes. Behalve aan deze. Die moet nog geïnstalleerd worden. Maar volgens mij is dat voor internet. Ik ga gaan spieken, want het kabeltje hangt er nog. Dus er is blijkbaar ook wifi voorzien hier op de camping. Dat is wel handig, hè. Als je zo'n filmpje wilt zien van Mr. Team Park Fans op de camping van Plopsalands, dat kan altijd. Dan heb je hier wifi, 9 op de 10 keer. We gaan een keer gaan zien dat wifi aansluiting is. Kijk mensen, dus er is wifi aansluiting voorzien op de Plopsa camping. In het begin van deze video zei ik tegen jullie van Wikiland is echt niet ver van een Plopsa camping. En dat is ook zo, want het is echt niet ver, want in de verte zie je de kraan. Waar ze Bombaland aan het bouwen zijn. En als je goed kijkt, zie je zelfs Wikiland. En we gaan daar nu even een keer naartoe gaan. Want ik heb een klein vermoeden, maar ik ben het niet zeker, dat ze een pad aan het maken zijn of dat ze een pad gaan maken. En dat die huisjes van Wiki de Viking daar ergens gaan komen, lijkt me ook wel logisch bij Wikiland. En ja, dat je dan zo via het pad naar Plopsaland zal kunnen gaan. Dat staat echt heel dicht hoor mensen, het staat veel dichter dan je denkt hoor. Plopsa Village, bij Wikiland. Dus daar zie je, Wikiland is daar gevestigd. De kraan van Bombaland zie je daar ook. Waar die bomen zijn, dat is de rand van Wikiland. Je weet wel, Wiki the Battle is daar, twinkeltje. Dan heb je daar een mini stukje gras en bomen op de achtergrond. Dat zijn die bomen. Want als je goed luistert, hoor je de grote golf en andere geluiden van het park.
Ze vragen hier ook heel vriendelijk om het allemaal een beetje proper te houden. Ik denk dat dat in de zomer wel nodig is. Want het kan hier wel druk zijn, denk ik, in de zomer. Ik dacht dat ik alles gedaan had. Blijkbaar niet, want er staat hier nog een heleboel. Ze hebben huisjes met airco. Handig, mannetje, daar naartoe gaan. Leuk. Maar het is allemaal vernieuwd. Het ziet er wel goed uit eigenlijk. Kijk wat ze hier nog allemaal hebben. Ze hebben letterlijk en figuurlijk staancaravans. Niet te staan, effectief. Hey, daar staan ze. Hier zien dat er iemand binnen is, zo te zien niet, anders kan ik dat niet filmen. Maar er is niemand binnen, stampot de verf. Het zijn precies nieuwe dingen als ze aan het zetten zijn. We zijn aan het bouwen. Klus is bezig in het huisje, zo te zien. Oh ja, klus komt binnenkort. En ja, de verfpotten die staan hier. Ze hebben hier huisjes met airco. Hoe zalig is dat niet? Ik denk dat dat in de zomer wel nodig is, dat de zon daar zo een beetje op zit. Dat er een beetje airco is en in de winter dat er verwarming in zit. Normaal gezien zou dat moeten een warmtepomp zijn. Cooper en Hunter. Ja, dat is koelen en warmen. Tof. De R32. Ja, ik heb ook zoiets staan. Het zijn goede machientjes, maar alleen van een ander merk. Dat wordt de toekomst. Zoiets. En kan dat alleen maar aanraden, want ik heb dat thuis ook staan, wel van een ander merk. Dat is een kleine investering dat je moet doen, maar het ene wat eruit komt is echt fantastisch. In de zomer lekker fris, in de winter lekker warm en het verbruikt niet veel. Dus dat is handig. Dat gaan hier plophuisjes zijn. Leuk. Het zijn nieuwe. Ze hebben er daarvan twee, dus misschien komen er nog meer. We zijn ze nog aan het maken, dus ik denk dat je binnenkort kan kijken op internet om hierin te slapen. Hier ook terug net hetzelfde. Daar heb je een container om je afval weg te doen. Hier kun je afwas doen als je dat wil. En dan heb je hier toiletten en douches en een wasruimte uiteraard. Want dat had je bij het andere stuk van de camping niet. Maar hier wel een wasruimte. Ik kan het niet tonen want het is met een code. Dus dat gaan we niet doen. En hier ook. Toiletten en de douches zijn precies ook maar in code. Maar ja. Weet je mensen, wat er mij vooral opvalt hier op de camping, dat is dat het enorm rustig is. Je hebt niet veel last van het park, je zou denken. Zo vlak bij het park, je hebt daar eigenlijk niet veel last van. Je hoort wel de trein en zo af en toe een keer mensen gillen, vooral van de Grote Golf, omdat die hier in de buurt is. Maar over het algemeen heb je daar echt wel geen last van. Het is niet om te zeggen dat het geluid overheersend is. Daar is de Ride to Happiness. Ja, daar is hij. Jullie zien hem helaas niet zo goed, maar een klein beetje rijden. Dan hoor je dat wel geluid, maar het is niet voor te zeggen dat het overheersend is. Want als je dan daar aan de straat staat, zoals ik daarnet stond, minder was dat, dan hoor je gewoon niks van het park. Nul. Heel af en toe een keer de trein, als je geluk hebt dat de wind mee zit, maar anders. Ik denk eerlijk gezegd, in de wind zit het natuurlijk een beetje slecht, maar dat de wind ja, in de stad zit, dan heb je hier totaal geen last van het geluid van het park. Dus ik denk wel dat je hier heel rustig kunt slapen. Maar ja, er is één nadeel. Je moet wel een heel eindje te voet gaan naar het park als je dat wil. Want het is de moeite waard. Ja mensen, ik had het een beetje mis. Van de kabouterplophuisjes hebben ze er niet twee, maar ze hebben er drie van.
Dus je hebt 3 keer de kans om eentje te scoren. Als je dat wenst natuurlijk. Maar dan zijn ze wel nog aan het bouwen. Nu, dit was de rondleiding op dit moment voor de Plopsa Village. Want er komt nog heel veel bij. Maar daar heb je de kant van de tentjes dus. En hier heb je dan de kant van de vaste standcaravans. En ja, het valt mij eigenlijk wel op. Mensen richten dat echt wel goed in. En ik denk ook wel, eerlijk gezegd, dat er daar mensen echt wel hun tweede verblijf van gemaakt hebben. Ja, het lijkt me wel heel tof. Als je dat wil natuurlijk, om dat te doen. En ik weet niet dat dat duur is, maar ja, alle informatie vind je natuurlijk ook weer terug op de site van Plopsa zelf, Plopsa Village. En mocht je interesse hebben en heb je vragen, want ik kan daar helaas niet altijd op antwoorden, stel ze gewoon aan Plopsaland en dan heb je het enige juiste antwoord. Of check de site als het er niet op staat. En zijn dat de openingsmomenten van Plopsa Village? Oh ja, dat staat hierop. Hoe cool is dat niet? Van april tot 6 november is de camping geopend dit jaar. En het check-in is via het Plopsa Hotel. We werken wel met kleurcodes, dus je moet echt wel goed uit je doppen kijken. Dus ja. Wat zijn we vandaag? Vandaag zijn we 31 mei. En 31 mei is de receptie open van 10 uur tot 12 uur en van 16.30 uur tot 19 uur. Je moet precies wel goed op je doppen kijken. Vond je deze video leuk? Zou ik zeggen, geef een duimpje omhoog, abonneer, reageer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. En leuk dat jullie gekeken hebben. Bye bye. Een leuk weetje. Het was natuurlijk wel te verwachten. Maar met deze kaart kun je hier niet parkeren. En het probleem is, de receptie is niet open. En het is wel een eind wandelen naar het park. En ja, ik kan u gaan vragen aan een vriendelijke campingbewoner. Dat hij de parking zou willen open doen. Daarnet was er hier iemand van het personeel. En ik vroeg het aan hem, kan ik hier met mijn abonnement gewoon afrijden? Ja, ja, geen probleem. Maar dat is niet het geval. Dus een leuke tip. Dus ja, het is weer op zijn Jordi's geregeld. Hè. We gaan dat een keer vriendelijk gaan vragen. Dat ze de poort willen open doen voor mij. Goed, vond je het leuk? Zou ik zeggen, geef een duimpje omhoog. Abonneer, reageer. En zou zeggen, tot de volgende. Bye bye. Thank you.